gebouw blijft gewoon op zich in stand. Het is niet zo dat we kunnen uitbreiden. Dit is gewoon de maximale ruimte die er is. Maar we gaan alle... Breda nu. Je weet het meteen. MES is begonnen met verbouwen. Eind september zullen we hier onder andere een nieuwe foyer en een groene heuvel met lichtkoepels zien. Een aantal bewoners hebben bezwaren ingediend voor de verbouwing. Hoe staat deze discussie er nu voor? Wij hebben bezwaar gemaakt tegen de verbouwingsplannen van de MES, omdat wij bang waren voor overlast die de verbouwing met zich mee zou brengen. Omdat het de verwachting bestond dat de foyer die ze gaan maken ook gebruikt zou worden als muziekhal. En onze ervaringen met de muziekhal voor een café, die wordt wel eens gebruikt als muziekhal, is heel slecht. Daar hebben we veel geluidsoverlast van en het gebruik van stroboscopisch licht. MES heeft al langere tijd de wens om te verbouwen, om het gebouw vooral aan de binnenkant te verbeteren. De logistiek te verbeteren om te zorgen dat het eigenlijk van betere kwaliteit wordt. En dat noemen we een beetje basis op orde, weer terug op orde brengen. Daar zijn we nu aan begonnen. Nou, wat je nu ziet, tenminste het is hier nu rustig, maar we zijn nu de boel aan het ontruimen. En aanstaande maandag 1 april dan begint de aannemer. En wat we dan allemaal gaan doen is nogal een heel verhaal. Je zou kunnen zeggen, het gebouw blijft gewoon op zich in stand. Het is niet zo dat we kunnen uitbreiden. Dit is gewoon de maximale ruimte die er is. Maar we gaan alle weeffouten die er vanaf het begin in zaten, dus bij de bouw 16 jaar geleden, die gaan we verbeteren. Later losluis, podium, zichtlijnen, toegang tot de zaal, er komt een nieuwe foyer, dat soort zaken. En nu waren er ook een aantal bezwaren van bewoners, met name over de foyer en het buitengedeelte van de lichtkoepels. Ze waren bang dat misschien hangjongeren aan zou trekken. Daar weten jullie van maar jullie zijn toch doorgegaan met de verbouwing. Van waar is dat? Nou, er waren een aantal bezwaren van sommige van individuele bewoners, maar ook van twee verenigingen van eigenaren. We hebben al die bezwaren goed besproken met de mensen. De meeste bezwaren zijn toen weer ingetrokken, omdat er verduidelijking kwam op die thema's. Er zijn nog twee mensen die hun bezwaren hebben gehandhaafd, als ik het goed heb. Ik dacht dat het er twee waren. Dat heeft inderdaad met deze thema's te maken. Die denken dat de foyer wordt gebruikt als reguliere ruimte. Nou, dat is helemaal niet aan de orde, dus dat zien we echt als onterecht bezwaar. En een ander is bijvoorbeeld een kapvergunning voor een boom. Terwijl die kapvergunning die hadden we nodig om die boom te kunnen verwijderen, maar vooral om hem daarna te kunnen verplaatsen en niet om hem te gaan kappen. En dan had ik dus gelezen dat de buurtbewoners vreesden dat daar misschien overlast ging komen, dat het hangjongeren zou aantrekken. Hoe staan jullie daar tegenover? Denk je dat dat gaat gebeuren of hoeven ze zich daar geen zorgen om te maken? Nou ja, we hebben uiteindelijk al jarenlang met z'n allen problemen met hangjongeren. MES heeft op een gegeven moment hekken geplaatst in de veranda. Om dat op te lossen, mensen zijn daar weggegaan. Moest natuurlijk wel weer toestemming komen van de eigenaar. De heuvel, daar wordt echt van uitgegaan. Ik ben geen tuinspecialist, maar daar komen planten op die ervoor zullen zorgen dat je daar niet zomaar op gaat zitten of daar op kruipt. Het wordt ook een vrij stijl geval. Het is in feite een soort bekleding van een uitbouw. Breda nu. Je weet het meteen.